Zo, kijkers, hartelijk welkom bij de allerlaatste aflevering van dit voetbalseizoen van het Pupil van de Week interview. En naast mij zit hij, Pupil van de Week, dat is Connor. Connor, zou jij even worden? Jij bent Connor, maar hoe oud ben je en adressie? Ik ben 13 jaar. 13 jaar. En je komt met de meiden? Ja. Hoe lang is je hele voetbal? Sinds november. November, oké. Okay. En heb je het nou zin? Ja. Oké. Okay. Nou, je woont in de meiden, zeg ik, en op het voetbalveld ben jij te zien, maar mensen uit de meiden kunnen jou nog ergens zien in het dorp. Waar? Op de markt. Op de markt. En wat verkoop je daar? Bloemen. Bloemen. Wat is je favoriete bloem? Heb ik niet. Nou, wat vinden klanten nou? Wat houden die van rozen of van tulpen? Of... In de lente... Of brandnetels? In de lente houden ze van tulpen. Ja? En in de zomer meer zonnebloemen. Oké. Okay. En op andere dagen boeketten meestal. Ja, boeketten. Zoals mijn moeder daar zo veel boeketten. Ja. Leuk man. Dus ja, ik vind het kaasmeisje vind ik leuk, hè? Ja, dan ga jij nog een keer een nummertje voor mij regelen. Dus, hey, we gaan toch weer over naar het voetbalgedeelte. Ja. In de D1 of D2, hè? Ja. En dat gaat wel lekker zeker? Niet echt. Oh, dat is niet best. Nee. Nou, ik heb die trainer even gebeld voor jou. En die zei ook, het gaat niet goed. Maar kom er, bij jou zit er wel vooruitgang in. Je kan overal spelen, hoor ik. Spits, verdediging, middenveld. Zaterdag sta ik in de spits. Oh. Heb ik wel gezorgd. Ja, en anders sta ik verdediging. En de trainer betaald of zo, tijdens de spits ook. Ik vroeg, vorige keer toen we thuis speelden, hadden we met 8-1 verloren. Ja. En toen zei ik, heb de doelpunt gemaakt. Ja. Dus mag ik dan spits staan? Hij zei, ik kijk nog wel even. Oké. Dus, maar jij staat waarschijnlijk gewoon in de spits. Ja. En tegen wie moeten jullie? FCB volgens mij, weet ik niet. Oh ja, FCB. Ja, die komen hier vandaan. Brandwijk. Weet niet. Ja, Brandwijk volgens mij. Maakt niet uit. Hey, je gaat ook vaak met de eerste kijken. Ja. Dat is wel leuk dat ze het melden. Ik denk dat dit is de eerste pupil van de week die bijna elke wedstrijd thuis kom je altijd kijken. Zo. Ja. En uit dan niet, hè? Nee. Is net te ver als fietsie. Ja, dus maar ik kan altijd. Behalve mijn kerk. Je kan altijd op 1:30, 2 naar het voetbalveld komen. Dan kan je altijd iemand mee rijden. Dat denk ik ook wel eens. Dus, hey, maar je gaat wel eens kijken wie weer het beste nou bij ons team. In de spits Bas. En ik ben in een andere naam kwijt. Helemaal niet. Dus je hebt Bas in de spits de beste. Ja. En die andere naam, Sam of Tom? Die op een bankje zat daar en met mij begon even te voetballen zaterdag. Of 2 weken terug. Oh ja, dat weet ik niet. Maar die kennen ook wel goed voetbal. Ja. Dus mooi hoor. Dus hoop je zelf ook in het eerste te komen later? Ik ga het wel proberen. Maar dat uiteindelijk wil ik wel naar een andere voetbal. Uiteindelijk. Andere voetbalclub? Ja. Wat dan? Feyenoord. Ja, ja. Hey, wie wordt de zondag kampioen? Feyenoord. Ja. Het echt een fantastisch gesprek nou al, heerlijk. Dus, nou ja, ik ben ook voor Feyenoord en het gaat gebeuren, hè. Ja. Eindelijk weer een keer een titel. Dus dat is gewoon fantastisch. Maar goed, ja. Als je naar Feyenoord wil, dan moet je wel even in het eerste komen, denk ik. Ja. Dus maar ja, kijk, als je goed traint en altijd je best doet, dan komt dat goed, joh. Ja, ik ben dit seizoen heb ik 3 wedstrijden overgeslagen. Ja. Vanwege dat ik naar Groningen moest voor een operatie. Ja, dat zei je. Ja. Dus nou mooi. Maar nou, leuk joh. En als het nou niet lukt voetbal, dan kun je altijd nog naar de markt. Bloemen komen. Dus, en zaterdag spelen we tegen Drechtstreek. Ja. Nou komt Drechtstreek hierheen met 1 doel. Dat is winnen. Want als ze winnen, is de kans dat ze kampioen worden heel groot. Ja. Maar wat gaat er nou gebeuren? Ze gaan niet winnen. Want wij gaan winnen natuurlijk, hè, Tamai. Jij bent pupil van de week, jij gaat hier het goede voorbeeld laten zien en die goal maken. Hoeveel gaat het worden? 3-2. Nou, ik teken ervoor. Wie gaan ze scoren? Bas sowieso een keer dan? Ja. Ligt er van de zijn vast dat? Weet ik niet. Ja, ik hoop dat ik erin sta. Maar we vertreden wel eens ook. En nog eentje, als we maar winnen. Mooi. Nou, we spelen om 3 uur. Mooie tijd. Ze geven goed weer op. Het staat 2:30 op. Nou, hij speelt 3 uur. Hij is er even goed weer op. Dus ja, het kan wel eens een hele mooie voetbalzaterdag worden. Ja. Nee, voetbalweekend. Ja. Zondag worden we kampioen. Dat is toch ook heel belangrijk. Ja. Nou, we hopen jullie allemaal te zien op het sportcomplex. Met de laatste thuiswedstrijd. Voor ons staat er niks meer op het spel. Drechtstreek gaat volle bak. Die moeten 3 punten pakken. Dan gaat ze niet lukken. Tot zaterdag. Als het weekend is, de arbeid is gedaan. Shut the dog from love. The
We nemen uit. En support.